Bij de nieuwe wereld. Mijn naam is Marlies Deckers en mijn gast vandaag is Ad van Brugge. Ad in een hele warme 31. Nou, dat, dat uh, kun je wel zeggen. Ik zie er strak <laughs> uit, hè? Dit is iets, Ja, Ja, ja het, is, uh, het is geen gel, nee. <laughs> Ad, we hebben al drie, uh, vind ik in ieder ja. geval, hele mooie afleveringen gemaakt uh, over jouw boek. Mooie boek, De gezagscrisis. En um, wij pakken de lijn. Um, hoe jij eigenlijk de tijd duidt als cultuurfilosofie via populaire cultuur, ja. uh, muziek, uh, films, series. Ja. Uh, we zitten nu in het laatste stuk. Ja. Ik zou je willen vragen om ons toch een beetje mee te nemen, zeg maar, in, in het grote geheel, Wij als tastende induister. Hoe komen we nou ja. bij zo'n gezagscrisis? We hebben die Binnenhoflezing deze week gehad van uh, Pieter ja. uh, Omtzigt. Hij zond hij daar een aantal gezagscrisissen op. En aan het eind ja, zit je een beetje verslagen erbij: van hoe zijn we hier in godsnaam ingekomen? En hij duidt het, vind ik, uh, heel erg uh, accuraat. Maar nou, jij bent dan weer om de grote lijn van ja, hoe zijn we daar nou ingekomen? En ja, en wat, eraan... en wat gebeurt daaronder? Hè? Ja, en dus, wat uh, zijn ja. duidingen al in de tijd dat je, dat je dat zag gebeuren? Al in de populaire cultuur. Ja, we... resoneert iets. Ja, precies. Nou, we hebben het natuurlijk in het, in het derde deel ook wel over gehad. Hè. Dus Voor mij is die, die film The Matrix een heel, heel belangrijk uh, film, omdat die uh, ook iets laat zien over onze verhouding tot moderne techniek. Ja, en um, hoe eigenlijk, um, uh, je zou bijna zeggen in de marxistische termen, een vals bewustzijn uh, gaat ontstaan. Uh, dus dus uh, ja, daar wordt een, een wereld uh, virtueel voorgespiegeld, uh, uh, die wij als de, uh, de ware uh, wereld uh, opvatten, via het filosofisch thema natuurlijk. Ja, en in, in die, je uh, zou kunnen zeggen, decennia of nieuwe millennium hebben we die verschuiving gezien van aan de ene kant wordt het systeem aangevallen. Denk aan 9-11 of de. voor een deel ook wel het verzet van antiglobalisten. Voor een ander deel de opkomst van Fortuin. Dus echt het systeem dat ter discussie wordt gesteld, maar ook van buiten wordt aangevallen. En vervolgens, we hebben het ook besproken over wat er gebeurt met de kredietcrisis. Dat eigenlijk dat systeem ook in zichzelf steeds kwetsbaarder begint te worden. En dat je in de periode daarna, ook in de, ja, vanaf 2010 met name, ook gaat zien hoe we ook steeds meer proberen dat, dat systeem in, in, in stand te houden, terwijl tegelijkertijd eigenlijk ook de tegenkrachten gaan toenemen... en ook de legitimiteit daarvan onder druk kwam. Hè? Carter de Papel, de, 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 de serie die, uh, ja, die eigenlijk heel mooi aangeeft... hoe een, bij, bij het publiek in ieder geval... bijna een soort gelegitimeerde bankroof hè, door, de, door de underdog... Uh, uh, ja, uh, mag plaatsvinden. Hè? En, en ja, zo'n serie wordt dan ook uh, heel populair. Nou, dus dus uh, voor mij is zeg maar, die beweging... Eh, tot en met MakeWix 4 eh, is er een eh, die, die in het uh, vorig jaar is uitgekomen. En um, die we beide uh, ook, ook gezien hebben. Um, ja, die, die drukt eigenlijk die, die problematiek rond ja, wat we dan systeem zijn, uh, zijn gaan noemen, maar die, die, die drukt dat op verschillende manieren uh, uit. En, um... Op wat van manieren drukt hij dan uh, uit? Kijk, uh, de lezing van Pieter Omzicht begint ook. Over, over van, als ik het even goed herinner. Maar stel je voor een telefoon. en die wordt. zonder dat iemand hem aangeraakt. toch gewoon uitgelezen. Ja. Zo in, en, stelt, en zonder dat je het weet. in wat voor samenleving leven we dan? In een democratie? Of in een nou Ja, die, ja waar, 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 waar hij dus mee begint. en dat is natuurlijk helemaal terecht. is dat in, 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 in een democratie. Uh, het volk de regering uh, controleert en, en in principe uh, de, de grote richting uitzet. Hè? Uh, en, en, en dat gebeurt dan natuurlijk in een de indirecte democratie via de partijen. Het parlement is uiteindelijk de wetgevende macht hè? En, en, en ziet ook toe op de regering. En waar hij het ook over heeft en wat ook in mijn, in mijn boeken een belangrijke rol speelt, is natuurlijk, ja, dan is het de vraag van hoe wordt er met informatie omgegaan? Hè? En... Van wie is de data of wie mag tot... Ja. Tot elke data. De, en, en, en ik zou er nog aan toe willen voegen, en, en dan komen we ook al, en hij noemt dat niet zo, maar dat vind het wel een heel, heel belangrijk onderdeel. En dat is iets wat, wat in mijn boek heel de heel, rode lijn vormt: de rol van beeld en verbeelding. Eh, dus dus eh, vandaar dat ik ook de meetwinks even gaf. Eh, ja, wordt ook een, eh, de, 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 de beeldvorming is een essentieel eh, onderdeel van de hedendaagse eh, politiek. Uh, en uh, ik kan zeggen, ja, dat, tot op zekere hoogte is dat van alle tijden. Maar nu, in zo'n uitgesproken uh, 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 ja, virtuele cultuur, uh, waarin we permanent ook uh, eigenlijk blootstaan aan, uh, aan, aan, aan informatie en, in, en allerlei stromen op onze uh, inwerken, kun je met die beelden, uh, ja, met die beeldvorming, uh, sorry. Um, ja, natuurlijk. Ook, ook ervoor zorgen dat, dat uh, uh, mensen geen vragen stellen. Of uh, dat, dat, dat ze meegaan met het beleid dat wordt, uh, uh, wordt uitgezet. Um, maar ook dat, dat ze dus niet eens meer weten wat er precies eigenlijk aan, de, aan de hand is. Ja, en, um, en, en dat misschien voor een deel nog wel comfortabeler vinden ook. Ja, dat, uh, dan hoef je verder daar niet mee, mee bezig te zijn. Nou. Ja, je er niet toe te verhouden, denk ik. Ja, ja dat is dus een. Uh, uh, maar ik denk dat dus de, de, de twijfel daaromtrend... is natuurlijk de, de afgelopen decennia alleen maar uh, uh, toegenomen. Dus, dus, en, en dat heeft inderdaad... De twijfel over? Uh, nou ja, precies over uh, of, de, of de beelden waarmee we leven... of die, of die wel uh, recht doen aan wat er eigenlijk aan de hand is. Uh, dus... nou, even, even een zijstapje, Ad. Ik, ik heb de afgelopen twee weken had ik een soort... Crush. Ja. Hier is, uh, god hoe heet hij, de Hartog Hartog geweest bij, um, ja. uh, bij Rogier ja. over uh, het begin van de tijd. Ja, ja. Iets. Nou, ik ben diep in de rabbit hole gegaan. Mm -hmm. En ook hoe eigenlijk die natuurkundigen ook zich afvragen door, dat, door die kwantummechanica door die van wat zien we nou eigenlijk en wat zien we nou niet? En dus wat, wat is nou waar? Maar nou, goed. Ja. Dus, dus dat zit eigenlijk op heel veel gebieden. Dus zij zitten nu ook daar. Van is, is de werkelijkheid die we waarnemen... is dat wel wat we... Ja, klopt it, wat? Is, is natuurlijk van een iets, iets andere aard. Dat maar, zeker. Maar goed, wat in de Matrix centraal werd gesteld... is dat hij die hele werkelijkheid zoals die wordt uh, voorgespiegeld het resultaat is... Van een, van een programma. Nou, en wat, wat uh, ons zicht inbrengt in dat debat, hè, is, is hoe die informatiestromen. Uh, natuurlijk ook leidt tot uh, een, een, een zou kunnen zeggen, een, een systemische dynamiek. waarin eigenlijk het evenwicht uh, is verschoven van die burger. Uh, uh, naar uh, in dit geval uh, overheid of, of bedrijfsleven. Uh, en uh, waarin um, uh, ja, de overheid heel veel informatie heeft... maar uh, bedrijven ook kunnen bepalen wat, wat jij wel en niet ziet. En overheden idem dus kun, kunnen bepalen, persoonlijke profielen kunnen uh, aanleggen. En uh, de burger die daar eigenlijk weinig greep meer op heeft. Dus um, hij mag misschien wel stemmen, maar de, de informatie... Uh, die, die, uh, die hij krijgt en de, 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 ja, de grondslag eigenlijk van, zijn, van zijn eigen overwegingen... Ja, die, die beheerst hij niet meer. Uh, en daarmee verschuift dus de machtsbalans binnen een, uh, een, een democratie. Dus is aan de buitenkant is, is het nogal democratisch... maar aan de binnenkant gebeurt er eigenlijk iets, iets, uh, iets anders. En, en, en des te meer wanneer uh, ja, een, 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 een parlement... Niet meer uh, in staat is om de juiste informatie nog boven tafel te krijgen. Bijvoorbeeld van de uitvoerende macht van de, uh, van de regering. Of uh, bedrijven zo groot en machtig zijn geworden dat ze dat uh, niet meer uh, wi willen geven. Uh, nou ja, dan heb je de kans dat, dat we dat ga gaan doen via Europa. Maar dan is weer de vraag: uh, wat, wat, in hoeverre heeft die burger eigenlijk nog werkelijk. Uh, controle over wat uh, zo'n Europees orgaan uh, daar precies uitspookt. Ja, uh, want die wet over misinformatie. Ja, uh, ja we hebben het hier zou... ook al over gehad. Die Digital Services Act bijvoorbeeld. Ja. ja, die kan natuurlijk ook helemaal verkeerd uh, ja. worden aangewend. En dan, en dan kom je toch op, op die thematiek van een, van een grote ja, moloch. Uh, uh, waar mensen zich in toenemende mate eigenlijk het slachtoffer van, uh, uh, van beginnen te, te voelen. En dat is denk ik een. Dat, dat sentiment, dat is wat, uh, wat je ziet opkomen. Is dat dan toch niet het best verbeeld? George Orwell, 1984? Ja, we hebben het natuurlijk ook wel eens vaak ja. we hebben met elkaar over gehad. Ja, ik denk dat dat, dat tuurlijk. Hè, het is niet voor niets dat. Uh, uh, ja, dat, ...dat die vergelijking natuurlijk de laatste tijd uh, vrij vaak gemaakt werd. Hè? In, in onze uh, uh, tachtiger jaren werd uh, de filmversie daarvan op de markt gebracht... Hè? ...met de muziek van de E-Rap uh -huh. uh, Julia, uh, een prachtig nummer trouwens ook. Um, maar ja, en zeker hè? dus ook hoe taal uh, verandert. Hè? Newspeak, hè? bijvoorbeeld een aantal mooie termen... ...die uh, ook hoe geschiedenis geschreven gaat uh, worden... Um, uh, and, uh, het ministerie van de waarheid. Uh, dus, uh, Nou ja, daar hoor je Jacinda uh, uh, Ardern, de Nieuw-Zeelandse premier destijds. Dat is, uh, from now on we will be your single source of truth, zo'n soort. Ja, oh, sorry, sort, ja uh, eens, zij heeft het gezegd, maar wij leven in een land, ook in, in, in die speech van zich deze week, dat hij zegt, in bijna alle omliggende landen wordt er een... Enquête. enquête gehouden. Ja, daar hebben we hier van, het hier natuurlijk ook, ook over gehad. Hoe hebben we dat hoe, ja. moeten reflecteren op hoe we hebben gehandeld? Ook dat is hier soort van via de voor- en de achterdeur vertrokken. Ja, dat heeft denk ik alles te maken met um, het, het grote, relatief grote vertrouwen uh, in, in Nederland uh, in, um, uh, in, 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 in toch in bepaalde instituties. Uh, ondanks de gezagscrisis die ook zichtbaar is, maar zie je wel degelijk dat er een soort uh, uh, lijn is. Wij uh, vinden bijvoorbeeld ook dat uh, de rechter uh, uh, recht moet spreken. Uh, en je zou, als je kijkt naar Aristoteles, en dan is, zijn er eigenlijk de twee politieke um, kwaliteiten die toekomen aan burgerschap. Dat is uh, de mogelijkheid om deel te nemen aan het, uh, het, het bestuur van de polis. En de mogelijkheid om, uh, om recht te spreken. Nou, dat zie je bijvoorbeeld in de Amerikaanse samenleving, uh, waar je juryrechtspraak hebt, daar hoort uh, bij, bij die burgerlijke uh, ja, plicht en verantwoordelijkheid ook, ook ja, zitting nemen in, in, in de rechtbank. Dat is uh, als, als burgerparticipatie toch heel fundamenteel. En wij zeggen: nee, dan moet je, dan moet je niet gewone mensen daar neerzetten. Dat, 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 dat is helemaal niet goed. Zet dan maar gewoon uh, rechters neer, de specialisten. En dat is, een, dat is wel een Nederlandse uh, 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 reflex. Dus we zeggen ja, een egalitaire samenleving, maar dat is maar één kant van de zaak. We hebben, we hebben tegelijkertijd uh, ook van, van oudsher een regente samenleving gehad. En het idee dat de, dat de bevolking niet kan rechtspreken is typisch een, bij de bevolking zelf. Want dat vinden ook de meeste gewone beursen, nee, dat is een regenteske uh, attitude waarin je in feite zegt, nee, wij, wij zijn daar niet, uh, dan moet je niet de gewone mensen laten doen. Dus daar zit juist wel de, uh, iets van verticaliteit in. En nou is het ook, ook zo dat dat natuurlijk uh, ook, ook wel weer uh, onder druk kan worden gezet. Je hebt ook altijd, uh, ook in onze geschiedenis, momenten waarin dirigenten onder vuur uh, worden genomen. Nou, dat is denk ik nu ook gaande. Uh, dat, dat, dat hebben we ook uh, uh, gezien, en dat is dan weer typisch de, 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 de Nederlandse manier waarop die uh, gezagsproblematiek uh, uh, ook, ook uh, na, naar buiten komt. Maar, zoals gezegd, uh, ja, we hebben wel een beetje een traditie van uh, dat overlaten aan uh, de specialist of aan degene die... Uh, die, die daarvoor bevoegd is. Maar als je dus ziet waar we dan nu in zitten, we hebben het opgebouwd vanuit de jaren 60, allerlei soorten ja. muziek, eh, filmseries. En als je dus meer naar het nu, dichter bij nu. Welke serie, film, muziek, dat jij zegt, ja, dat nee. daar zit, zeg maar, toch al, al echt, zie je een stroming, een manier van denken. Wat, 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 wat leidt tot die gezagscrisis? Of een Gedacht, als je die doortrekt. Ja, ja nou ja, het dus dit, dit, dit gaat natuurlijk niet alleen over gezagscrisis, maar, maar um, wat, wat ik zelf, dat hebben we niet genoemd, uh, wat ik toch wel fascinerend vind, is dat je in het nieuwe millennium um, tegelijkertijd met uh, de, de, eigenlijk de, de trilogie van de Matrix komt ook uh, Lord of the Rings uit. Mm -hmm. En die, die wordt bijna tot de dag van vandaag, op uh, kerst, de kerst uh, wordt die uh, herhaald. Hè? Dus dat is ons nieuwe kerstverhaal. Okay. En daar zie je, ja, ik, The Lord of the Rings is natuurlijk ook geschreven in uh, de, ja, het interbellum, de 20e eeuw. En je voelt daar ook wel iets van, um, uh, laten we zeggen, de, de industriële vernietiging. Uh, um, de, de machtsthematiek die daarin uh, speelt... Uh, versus terug naar het platteland. Uh, de shire, de geborgenheid van het dicht bij de natuur. Ik zei Marcel van Silfhout vorige week... je hebt wel iets van uh, de hobbit eigenlijk. Dus, de, um, uh, dus dat, dat terug naar, uh, naar de kleine aarde, om het zo maar te noemen. En ik vond het opmerkelijk. Het waren in een paddenstoel. Ja, een kabouter. Uh, ja, een kabouter. Is, ja, die... Uh, dus die, 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 die was ik ook in de jaren zestig al een uh, beweging. Dus, dat is, dus die, die, die trend uh, die, die zie je uh, zonder meer ook. Um, maar zie je daar dan in uh, platteland uh, of romantiek terug naar het platteland en techniek? Of? Ja, dus ik, dus ik heb uh, in, in mijn boek ook dat voorbeeld gehaald van de laatste tien jaar van Boer Zoekt Vrouw. Ja, dat is een, uh, een hele opvallende, uh, ja, opvallend fenomeen. Uh, het wordt overigens ook in andere landen bekeken. Zoals in Zuid-Afrika hebben ze ook een boer zoekt vrouw. Maar dus, daarom ja, vind ik het zo vreemd dat die, die populariteit van boer zoekt vrouw... Ja. en dat dan nu de overheid zeg maar, de boeren van het land jaagt. Terwijl we waren zo diep verliefd ja. op die boeren. Ja, nee, dus, het is natuurlijk ook iets heel paradoxaals. Enerzijds zie je natuurlijk die enorme industrialisering van die landbouw. Uh, tegelijkertijd uh, leeft daar toch ergens nog het, het, het sentiment van uh, dicht bij de natuur, uh, eigen baas, eigen erf, uh, man en vrouw, uh, bij elkaar, samen uh, iets, uh, iets op dat bedrijf opbouwen. Um, maar, maar ook in, in een soort menselijke maat-idee. Uh, uh, dus, dus die boer zoekt vrouw populariteit. Uh, die, ja, dat, dat, die, 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 die zie ik uh, um, uh, ook voor, voor een deel bijna als een soort uh, tegenreactie op die hele virtualisering van onze werkwereld. Uh, dus waar we allemaal op kantoor achter een pc zitten en uh, uh, ja, heel sterk uh, uh, eigenlijk on, in een ontlijving, uh, uh, dat is ook mijn, mijn, natuurlijk mijn, lijf, mijn lijn, uh, ook in, uh, in staat van verwarring. Dus dat die, die thematiek van die, die verdwijnende lichamelijkheid. Het lichaam dat eigenlijk een steeds grotere uh, afstand uh, uh, komt. En um, ik heb destijds ook de populariteit van uh, de roman Vijftig um, uh, Tinten. Nou ja, ja, het viel jou ook op: hè, van wat is dit? Zo'n massale verkoop ja fifty uh, shades, shades. Of great ja. 50 shades of great. is natuurlijk ook de filmserie van gekomen nou, het is natuurlijk allemaal qua qua uh, laten we zeggen stelt allemaal niet 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 nou, even niet veel voor. die het gemist heb, een bo soort boeketreeks met bdsm elementen ja ja dat precies wordt samengevat hè? ja dat, dat, dat kun je zeggen ja het is uh, precies en uh, uh, met werden uh, wat archetypische motieven uit verlegen meisje wat uh, uh, ja, de, 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 ges, de gesloten, de gesloten uh, uh, getraumatiseerde man eigenlijk bevrijdt en hij bevrijdt haar seksueel. En, en, maar goed, die, 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 uh, natuurlijk die hele lichamelijke en, en ook geritualiseerde dimensie vond ik heel significant. Omdat dat ook een vorm is van, je zou kunnen zeggen, intensivering van uh, uh, de lichamelijkheid. En uh, als, als een uh, plaats waar je je identiteit ontleent. Dus ik heb toen eigenlijk in 2013 gezegd, ja, het lichaam wordt de nieuwe locus van. Uh, is de nieuwe locus aan het worden van identiteit. Nou, ja, dat, is, dat, dat is de afgelopen tien jaar ook bij uitstek zichtbaar geworden. En ik zeg daar ook al iets over de, de problematiek rond transgenders enzovoort. Maar ik vermoedde dat dat in de lucht hing, dat die, 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 dat die lichamelijkheid in al zijn. Paradoxale uh, manifestaties, dat dat echt een, een thema wordt. Ik zag het ook in de opkomende tatoeieculturen enzovoort. Maar het heeft met, met die grotere dynamiek te maken van die ontlijving in mijn perspectief. En zo zie ik ook dat die boer zoekt vrouw. En zo de populariteit van zo'n serie, ja, dat, 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 dat is ook weer die lijfwereld. Dus het, het, de nostalgie naar uh, die, uh, een wereld waarin je eigendom uh, bewoont. Uh, je eigen land on onderhoudt uh, en met elkaar uh, zoiets opbouwt, en uh, gewoon een beetje laarzen in de modder staat. En, en, en dat dan Caroline van der Plas uh, populair wordt van BBB, uh, met, de, met de nuchtere uh, reacties. En van laten we het gewoon eens dus van verschillende kanten bekijken, ook eens van deze kant. Ja, uh, past op een bepaalde manier, uh, in, in mijn optiek, dan bij, bij die uh, uh, bredere ontwikkeling. En er zit iets van romantiek zit daarin. Maar um, ja, niet te snel te veel veranderingen ook. Hè? Dus dat, dat is dat we door in een soort raket zitten: van nou ja, alles moet anders. Ja, nou, we zijn natuurlijk uh, gigantisch uh, veranderd. Hè? De afgelopen 30, 40 jaar. Onze cultuur heeft een. Uh, ja, en een uh, uh, transformatie ondergaan die uh, je ja, niet, niet, niet snel in de geschiedenis uh, zijn weerga kent. Hè? Dat, is de... nou, dat vooruitgangsdenken is zo enorm omarmd. Ja, en, en die, dus dat hele idee van bevrijding. Hè? Want daar begin ik ook met die 60s. Hè? Dus het grote emancipatieproject. Bevrijding, bevrijding. Tot de moment nu hè, de bevrijding van uh, nou ja, uh, bepaalde achtergestelde groepen, in termen van. Van uh, seksualiteit of gender. Or, nou, noem maar op. Hè? Dus die, dat, 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 dat is dan weer de volgende bevrijdingsslag uh, die, die uh, geleverd wordt. Nou, en in die populaire cultuur. Um, uh, zie je daar dat natuurlijk. aan de ene kant uh, wordt, wordt uh, geaffirmeerd. Hè? Dus dat is de, de, van de, 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 de pride vieringen uh, her, her en der. Uh, en, maar, maar ook toch uh, iets. iets ook iets van die nostalgie, die, uh, die, die een andere kant op gaat. En, dat, en zo interpreteer ik dan een boerzoekvrouw, juist als een. Uh, hoewel je inmiddels ook boer hebt. En uh, uh, een boerin zoekt boerin waarschijnlijk. En dus ook, ook daar zie je natuurlijk wel hoe, hoe men dat nieuwe bevrijdingsmotief uh, ook, ook in die traditionele. Uh, verbanden eigenlijk proberen in te brengen. Maar in The Lord of the Rings zit dan ook zo'n thema van... the ring of power. Ja, dat is de... Wie heeft de ring of power? Ja, is... nou ja dus, dus, dus daar zag je natuurlijk dat Mordor... Uh, is natuurlijk een symbolische uitdrukking. En ook, ook voor um, uh, Tolkien zelf natuurlijk... van die destructief mechanische macht. Uh, maar die, doet ook, die doe je toch ook wel heel erg denken aan... Uh, wat totalitaire regimes doen. Dus een sterk de uitdrukking op mechanica, uh, instrumenten die, die duister en donker uh, zijn, waarin de natuur wordt verminkt, waarin je naar de aarde gaat, ook in zijn, uh, in zijn, in zijn gewelddadige duisterheid. Hè? Tellurisch aards vuur, smederijen. Uh, uh, ja, je, je, je ziet daar de, de, ook de industriële revolutie, maar ook uh, het, het soort van de massamens die daar uh, gekweekt wordt, uh, de, 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 de machtswellustige uh, uh, massamens. Uh, en en uh, ja, als jij dan vraagt van, van ja, waar, wat zie je dan tegenwoordig daarvan, dan is ook voor mij weer een hele uh, ja opmerkelijke ontwikkeling de afgelopen uh, uh, ja ik denk 10 15 jaar is ook de hele uh, zombie cultus. Ik vind dat ook zo'n wonderlijke wel deel 11 van we hebben we, de walking dead. Dat is de Ik weet niet niet door twee afleveringen heen gekomen. Nee, nee, nou ja, volgens mij maar... Maar heel goed, maar ja, ik heb nou, ook. Nou, ik, ja, je, je, je ziet zelfs daar, daar zelfs je verschillende motieven hè, in, 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 met welke problematiek ze in deze serie nou weer te maken uh, hebben. En, en waar ze verblijven. En welke, voor welke uitdagingen ze gesteld worden. Um, en, maar da, dat, de, de, die, die, de populariteit van zo'n serie: van, wat hebben wij met zombies? Uh, en uh, ja, een zombie is een ondode. Uh, dus die. die die leeft niet, uh, maar die is ook niet dood. Uh, die, uh, uh, ja, en en uh, zou dat zelf ook een zinnenbeeld kunnen zijn... van een bepaalde maatschappelijke ervaring... Uh, waarin uh, mensen eigenlijk uh, de, 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 hun omgeving ervaren als zombieachtig. Of misschien wel een deel van hun eigen bestaan als uh, zombieachtig... Ik heb de, de coronatijd zelf ook als een behoorlijk zombie-achtige uh, uh, tijd uh, ervaren. Nou ja, als ik die gedachte doortrek, kijk, er wordt nu in die Silicon Valley-achtige uh, uh, club, zeg maar, heel erg uh, over AI gedacht, ja. nagedacht. En wie krijgt de ring of power daar? Hè? Ja. Wordt het Google of wordt het Microsoft? Of wordt het open source? Ja. Nou, als het open source wordt, wordt dat gezien als de bevrijding van de mens. Dan worden we met z'n allen slimmer, zo wordt het gezien. Ja. Komt het bij Google of bij Microsoft, komt daar de Ring of Power, wordt het heel dystopisch. Maar je zou kunnen zeggen dat die zombies... Kijk, onze gedachten zijn dan misschien ook niet meer echt van ons, weet je wel, in die tijd van... Ja, maar dat is, dat is, de, dat is die Matrix-lijn. Ja. Ja. Dus die, 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 dat is eigenlijk gedeindividueerd. Een mens denkt dan wel dat hij zijn eigen wereld heeft, maar dat is, dat is, eigenlijk, wordt hem, dat is hem voorgespiegeld. En voor zover die acteert, uh, is dat altijd al in de wisselwerking met, met, uh, met, die, met dat programma. Nou ja, ik denk, en dat is de thematiek van Stiegler, uh, die um, in, in Symbolische Misère, uh, een boek wat hij, uh, uh, nou ja, waar hij een deel van zijn techniekfilosofie, filosofie, vind ik in mooie essays heeft. Uh, Samengevat. Maar dan heeft hij uh, Beschrijft hij een uh, mooi um, beeld. Het gaat over een. Uh, een Franse serie. Ja, ik, ik, ik heb dit helemaal niet voorbereid, want het komt spontaan nu in mij op. Ja. vanwege eh, deze associatie. Zo doen we dat hier. Hey? altijd. Uh, maar dat is. Dus ik, ik ben even de titel uh, kwijt. Maar. Um, de, 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 waarbij hij. Um, uh, 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 laat zien hoe. de, uh, 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 de, 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 de serie. is opgebouwd uit. Uh, uh, en allerlei liedjes uit de populaire cultuur. En uh, iedere keer uh, uh, zingen de personages in de film op beslissende momenten eigenlijk die, uh, die liedjes uit die populaire cultuur. En, um, en uh, hij zegt, ja, wat daar, wat daar feitelijk gebeurt, is dat uh, mensen uh, hier in deze film worden neergezet als, me, als uh, wezens eigenlijk die gedeindividueerd zijn. Die, die als schablonen reageren. Dus, dus waar, waar juist de individualiteit wegvalt. Hè, wat Heidegger dat man noemt. Maar eh, het men. Hè, men reageert zo. Of men reageert zo. Maar hier zijn die persoonlijke geschiedenissen. Die worden als het ware verweven met die popcultuur. En wat, wat uh, 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 Stiegler dan uh, stelt, is dat uh, in. in uh, dat, eigenlijk die levensgeschiedenissen zie je dus handelingspatronen uh, en vormen die heel erg stereotyp zijn. Uh, <tie> en wij worden, hij noemt het uh, 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 grammatisering, uh, wij worden in zekere zin uh, met behulp van uh, technologie uh, in, in bepaald soort consumptiepatronen gedrongen. Uh, waarbij we bepaalde idealen erop nahouden, een bepaald soort uh, gewoonte gaan ontwikkelen. Nou, denk alleen maar aan je telefoon, maar ook commerciële bestedingspatronen. Of daar gaan we op vakantie, of uh, we, we, we. zo gaan we om met de liefde. Uh, de, zo daten we. Zo, uh, uh, en, en dat worden eigenlijk allemaal een soort universele patronen. En hij uh, zegt, ja, in die film wordt uitgebeeld. Dat, um, het is nou jammer dat ik die, 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 die titel kwijt ben, maar ja, dat is de nieuwe wereld. Uh, Kunnen we iets ik, laten opzoeken? Uh, ja, dat is that, that, in, in Symbolic Misery. Ja, laten we het nu opzoeken. Ik zie het boek namelijk hier achter ons liggen. Dan hebben we hebben toch even het boek erbij gepakt. Ja. Uh, want ik, ik zag het hier liggen. Dus het uh, is het uh, essay, essay As Though We Were Lacking in uh, vertaling. Uh, uh, ik, ik heb het uh, in vertaling gelezen. En het is de, de film gaat over uh, Alain Resnais, same old song, uh, the same old song, uh, on connaît la chanson, dus men, men kent uh, het lied. En, en de boodschap is, uh, het wordt geen uh, Stigler college, maar uh, de boodschap is uh, inderdaad, volgens uh, de interpretatie, uh, het is alsof we buiksprekers uh, zijn geworden. Ja, dus, dus de, uh, 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 maar dat, dat, dat wij zijn eigenlijk de pop, ja. You know? Ja, waarin we zelf vaak de, de liedjes zingen die we op een bepaald moment moeten, moeten zingen. En, 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 en dat voltrekt zich door ons heen. En dat is denk ik een overeenkomst met die, die filmreeks van, van, van zombies. Want dat betekent dat je eigenlijk ja, ook maar half leeft, of een ondode bent. Een zombieachtige levensstijl. Die andere serie, volgens mij haal jij die ook aan uh, in je boek. Die gaat dus eigenlijk over uh, heel high-end computers. Uh, Westworld. Ja. ja. En uh, daar zie je eigenlijk... Ik, ik kom even op ja. een associatie, omdat je zegt hetzelfde liedje. Daar zie je dus ook dat die... Ja, die scènes nou, die worden scène. gezet. Ja. Die scènes, dus zij zijn geprogrammeerd zeg maar, op een soort één-dag-pretpark-vermaak. Ja. Uh, voor uh, de gasten. Dus iedere dag staan ze weer op... denken hetzelfde... gaan naar buiten... wat een mooie dag. Nou, en ze zien iedere dag weer dat hun vader doodgeschoten wordt. Of, maar ik vind die... Ik vind zelf die serie Westworld... dus precies die spiegeling... wat jij net schetst... Absolute. dat je ja. eens denkt... ben ik hier niet de pop... Ja. die dit ook doet? Ja. 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 Nee, dus, dus, uh, en dat, ja, dat zit natuurlijk ook in... Uh, de uh, Truman Show. Daar uh, zit dus die, dat ook heel uh, erg uh, in. Dus, ja. dus, dus die ervaring, uh, die, die resoneert. Dat, dat is dan de, in de term die ik dan gebruiken. Dat, dat, dus mensen vinden dat fascinerend. En dat zegt iets over inderdaad een tijdgeest. Of over wat daar, wat, wat daar speelt. En ook een, voor, een vorm van de-individuatie of collectivisme. Wat, uh, waarin je eigenlijk uh, ja, een deel van, van je. Vervreemd raakt van je eigen, uh, ja, je eigen ken, je eigen uh, het diepste gevoel hè? En, en vervangen wordt door iets, uh, door, door iets anders. En is dat dan, om het een beetje concreet te maken, omdat het anders misschien te abstract wordt, van weer even terug naar die lezing van Omzicht, dat hij dus daar ook uh, um, al die gezagscrisissen zeg maar, aanhaalt. Um, dat hij zegt, maar we houden ons ook niet meer aan de grondwet. Dus ja, ook maar daar de, stappen ja. wij met zoveel gemak overheen. Is dat dan dat we met z'n allen in een staat zitten die jij net beschrijft? Ja, ja ik Want noem... je zou toch zeggen: alle alarmbellen gaan aan. De pers zou dit moeten reflecteren. Ja. Sowieso de gemeenschap zou het niet moeten willen pikken van hoezo? Dat is een afspraak, dat is heilig. Maar. Reageer maar een handvol mensen. Ja, nee, dat is. De, 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 en je je schetste zo even dat beeld, hè, ook van dat buikspreken en die pop. En in mijn boek uh, introduceer ik dan die notie van het poreuze zelf, en dat is in het derde deel. Uh, ook de poreuze staat of de poreuze overheid, waar eigenlijk allerlei krachten uh, binnen kunnen, kunnen dringen. En die overheid kan wel oh, waarschijnlijk macht uitoefenen, maar, maar er spelen andere machten doorheen. Dat is eigenlijk die, die porositeit. En dat geldt voor individuen uh, in dezelfde zin. En, en vandaar ook uh, het poreuze en het zombieachtige. Uh, uh, nou, dat is een, uh, je zou kunnen zeggen, ook een type vervreemding. waarin je, laten we zeggen, bepaalde elementaire beginselen. waarop een oude orde is gebaseerd. Uh, bijvoorbeeld uh, één waarin je bij waar, waar de grondrechten. Uh, 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 ge Gebijteld hebben, uh, 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 wa waarin je ergens de voeling daarmee gaat uh, verliezen. Dus, dus uh, ik spreek ergens ook over uh, uh, de democratie, de uh, waarin de stemmingen uh, de, de overhand krijgen en wel in, in dusdanig dat daarmee um, ja, een wet eigenlijk en uh, het, het heilige wat zo'n wet omgeeft, als, als iets ook waarin de wijsheid van uh, voorgaande tradities in wordt uitgedrukt. Eh, want het is opgesteld door mensen op basis van ervaringen en inzichten. Eh, dat is de wijsheid van, van voorgangers geweest, waarin die dat ons niks meer zegt. Dus dat die gezagscrisis, uh, eh, moet je fundamentele nemen, dat je zegt van ja, maar dit, dit is niet meer wat nog tot ons uh, spreekt. Ja, en, de, en, de, en de overheid zelf gaat er eigenlijk steeds lichtvaardiger of lichtzinniger mee, uh, mee om. En dat geeft aan dat, dat uh, ja, het gezag van die wet eigenlijk ook. Uh, uh, poreus is. Ja, precies, poreus is. En, 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 en daarmee, dus, ook een soort relativiteit krijgt: van maar net hoe het uitkomt. En eh, afleggen ja, aan de kant. En, dat is dat de, en we hebben dat hier ook, ook met elkaar wel eens besproken. Hè? Bij de, de eerste avondklok was er nog een soort Spallig. schroom. Van nou ja, kunnen we dit wel doen? Uh, hè? Maar het is bijna net als een soort ontmaagding. Hè? Van, ja, als je het één keer, ja, daarna bij je het niet meer. Hè? Dat, ja. Nou ja, je, dat, omdat niemand corrigeert, dus, niemand dus, op de dus, dus, luistert. Dus de tweede keer is het nou, go, weet je wel. Het is niet meer die drempel. Ja, maar er is niet een controlerend orgaan. Het, de, de universiteiten zeggen niet het kan niet. Nee. De, de, de pers zegt niet dit kan niet. Er zijn blijkbaar geen instituten die zeggen ho, 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 ho. Hier, ja. hier ga je een grens over. Politie zegt niet te krijgen dus... en zo. Het, en het fascinerend is, we hebben het allemaal over grenzen overschrijdend gedrag. Dat hoor je continu. Ja. Terwijl deze grenzen gaan we heel makkelijk over. Ja dat is precies wat hij natuurlijk in die lezing zegt van de overheid die, 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 die zegt nu dat zijn burgers eigenlijk dus grensoverschrijdend gedrag hebben of eh, niet gewenst gedrag of misinformatie terwijl de overheid zelf Absoluut, ja. dit nu eigenlijk toch ja, in heel veel dossiers heeft gedaan. Ja, en, en dat je dus inderdaad ook ziet dat een aantal uh, uitgangspunten, uh, ook die, die informatieplicht die de overheid heeft, ook in, in de richting van, uh, van de Kamer en daarmee dus de burgers, ja, dat die toch ook eigenlijk met een korreltje zout wordt genomen. En dat is omwille van de noodtoest, bij de orde, eh? ja, om de orde te handhaven. En, en, en daarom is dat, uh, dat, dat, dat principe van orde. Is ook gevaarlijk als, als, als ultieme um, ja, rechtvaardiging van een, uh, van een rechtsstaat. En want de, de rechtsstaat, uh, natuurlijk, is, de, is, is zoiets als openbare orde een heel belangrijk onderdeel. Maar wel een orde waarbinnen bepaalde vrijheden gegarandeerd zijn. En als je het gaat omdraaien, dat de orde zelf eigenlijk heilig wordt, ja, dan, dan, dan kun je ook naar, inderdaad, naar totalitaire. Uh, structuren toe eh, waarin de overheid en dat permanent orde uh, uh, bewaart, uh, maar wel ten koste van een heleboel uh, vrijheid. Ik maak even een, een beetje vreemde zijstap, maar uh, als ik jou zo dat allemaal zo hoor beschrijven, nu een aantal afleveringen ook, dan, dan komt het ook me op dat we in een soort identiteitscrisis zijn gekomen vanaf de jaren 60. Ja, dat is, dat is natuurlijk ook een, een, een belangrijke lijn. En in, in de vraag is waar die identiteit op, op, op berust. Eh, en um, het uh, is niet voor niets dat we met, met identiteitspolitiek uh, bezig zijn. Dat ja. is omdat die identiteit steeds bevochten moet, uh, uh, moet worden. Nou Of ja, eh, weggevallen is, waardoor dan nu in één keer dat je lesbisch vrouw uh, nou ja, bent a, 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 heel belangrijk a, a, absoluut, wordt. Absoluut, absoluut. Dus dat is een... Uh, ja, dat is, ook, dat is ook een belangrijk uh, gegeven. En dat, en dat is ook iets wat. Um, natuurlijk samenhangt met. Uh, te, te, uh, een scala aan gebeurtenissen. Uh, maar de eerste is dat nationale identiteit natuurlijk. Uh, in de jaren zestig toch werd, uitermate werd geproblematiseerd. omdat uh, ja, het, het nationalisme. Uh, tot de uitwassen van de 20e eeuw had uh, geleid. Uh, de religieuze identiteit werd geproblematiseerd. omdat de religie. Eigenlijk ook uh, een, 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 als een repressief uh, instituut Ogaan. werd uh, gezien. Uh, dus je ziet uh, dus, uh, bij ons natuurlijk ook de bevrijding, zowel in de richting van de staat als in de richting van de kerk. Uh, en allemaal bevrijdingsbewegingen. Maar vervolgens ook de, ja, de, 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 de identiteit die je als, als burger had. Uh, uh, niet alleen uh, in nationale zin. Maar ook eh, met de burgerplichten van eh, het gezin en het beroep. Ja, dat, eh, wanneer die de, de individuele ontplooiing in de weg stonden, dan ja, moest dat toch worden gerelativeerd. Dus mensen gingen ook op zoek naar zichzelf. Eh, eh, Desnoods naar India. En mijn, mijn moeder was heel duidelijk: dat was, die was een, uh, een, uh, een, uh, een echte huis, uh, huismoeder, maar ze was ook verpleegster en ze werkte al. En uh, dat was echt een deel van haar identiteit. En dat, daar, daar zorgde ze heel goed voor. En, en niet dat ze carrière wilde maken, maar ze was gewoon een goede verpleegster. Eh, en, en dat nam ze heel serieus, dat, uh, dat vak. En dan, dan leg je dus in zo'n activiteit eigenlijk je, uh, je eer. En, en ik zeg ja, dit, dit, maar dat is, dat, is, dat is wel een, laten we zeggen, een, een generatie die uh, ja, langzaam op zijn retour. Uh, of, de, of vanaf de jaren 60 eigenlijk op z'n tour was. Eh, Zij waren ook uh, de, de, ja, de typische wederopbouwgeneratie. Uh, uh, nou ja, en dan zie je dus als je het beroep het niet meer is, de erkenning van je beroep, ja, dan moet het meer carrière worden, inkomen, macht, uh, vakanties. Je, um, dus dat mensen ook ja, die identiteit uh, 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 niet meer in dat soort uh, institutionele uh, omgevingen, uh, hebben heb, uh, gevonden gezocht. en gezocht. Maar, maar ja, daar, daar verschoven het al in, in consumptiepatronen, uh, of ik, je bent een aanhanger van, uh, uh, van, van, van Bob Dylan, of uh, later misschien uh, uh, was, je, was je een aanhanger van, uh, van de disco. Of, uh, je Ook van, als deel van je identiteit. Van je identiteit, ja. Nee, dat was veel meer via consumptiepatronen, eigenlijk. En, 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 en ja, dat heeft zich en toenemende mate, eigenlijk uh, gericht op, op ook allerlei uiterlijke manifestaties. En, uh, en dat is wat anders dan uh, het beroep dat je uitoefent. Een eigen activiteit waaraan je eer ontleent. En, kijk, of uh, dat, ik, dat ik een bepaalde huidskleur heb en, en daarvoor erkenning zoek, uh, ja dat is misschien begrijpelijk, maar dat, dat, dat is heel iets anders dan wanneer je een vak goed beheerst. Eh, want over die huidskleur heb ik heb ik niks gedaan. Mijn seksuele voorkeur. Ja, de, 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 dat is ook geen prestatie. Uh, terwijl ja, als je een goede timmerman bent of een goede verpleegster, of een, de, 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 dat zijn vormen van erkenning die met activiteiten samenhangen en daarmee veel meer met ja, individuele ontwikkeling en vorming. Even afrondend Ad, want we vliegen door de tijd. Ja. Ik weet dat jij ook, uh, je, hebt, je noemde volgens mij niet in je boek, maar dat The Wire voor jou ook wel een iconische serie is. Ja. Zeker. Misschien dat we die nog heel even als laatste toch nog even. Ja, ze is dus natuurlijk een wat, wat anders. Kijk, The Wire heb ik uh, ook, ook met, met, met grote interesse bekeken. Het, het werd ook door, uh, ik heb ook enige tijd bij de, bij de politie uh, ook trainingswerk uh, gedaan. En, en dat werd door, door heel veel politieagenten herkend, die, uh, die serie. Uh, die, uh, die speelt in uh, Baltimore. En ja, beschrijft eigenlijk uh, ja, wel en we van een, uh, een, een wijk, een buurt, uh, waar veel drugsproblematiek uh, bestaat. Uh, en, en waar je ziet hoe uh, de, de, de politie uh, yeah, eigenlijk in een soort, soort kat en muisspel, ook met dealers en uh, uh, drugsbaronnen, uh, probeert daar enigszins uh, de boel ja, wat eigenlijk op orde te. Te houden, voor zover je überhaupt van kan spreken. Um, maar, maar je ziet ook um, ja, hoe, um, als je het over porositeit hebt, uh, uh, hoe zo'n overheid ook de grip heeft verloren op uh, ja, zowel op die politiemacht zelf, ja, die heel sterk ook weer bureaucratisch wordt aangestuurd uh, en waarin um, ja, de. de uh, statistieken en de spreadsheets uh, overheersen. Dat er beeldvorming moet zijn, dat de politiek moet scoren, dat er uh, opsporingsresultaten moeten worden geboekt en dat dan de cijfers naar omhoog moeten. En dat die agenten eigenlijk ook weer dat spel spelen van hoe kunnen we die cijfers al goed krijgen en, en zorgen dat we uh, bij een volgende. Uh, 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 controle niet, niet verkeerd uit de bus of dat we voldoende financiële middelen houden. en geen boetes kunnen. Dus je ziet ook helemaal iets van het nieuwe public management. Uh, en ook al de, de neveneffecten. Want ja, het, 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 het werkt ook. Uh, opportunisme in de hand. je uh, inderdaad statistics. of wat is het met je? Um, uh, lies, damn lies en statistics. Uh, dus hoe, hoe we met die cijfers aan het uh, manipuleren is. En, en hoe dus ook eigenlijk uh, ja, binnen zo'n korps zelf ook een vrij zieke mentaliteit uh, gaat uh, ontstaan. Maar ook wel met mensen die weer heel uh, begaan zijn. En ook echt, echt hard hebben voor de zaak. Maar ook met hun kop tegen de muur lopen. En dan zie je ondertussen de, de problematiek rond uh, de scholen. Hoe het onderwijs faalt. Uh, hoe. Uh, ...daar ook weer uh, ja, middelen op een verkeerde manier besteed worden. Je nou je dat, ja, dat soort mini, dat, dat wijkje, dat wijk, die wijk... ...is een, is een soort voorbode van waar... Ja, ik, we denk, ik denk wat je daar ziet... ...en daarom vond ik het destijds ook zo'n fascinerende serie... Is, uh, en ...ze kiezen ook uh, in ieder seizoen weer een ander perspectief... ...dus soms gaan ze meer naar die politiek... ...soms meer naar uh, het, het team... ...soms meer naar de drugsdealer kant... En, je ziet dat proces van globalisering. Uh, je ziet het proces van inderdaad een nieuwe overheid. Uh, die werkt met uh, heel sterk met die uh, financiële prikkels, uh, met, uh, met cijfers. Um, ja, je ziet eigenlijk um, de, ja, de uitholling. Ja, wat ik ook, en ook die, ja, ja, dat fenomeen van die porositeit is eigenlijk op allerlei manieren uh, aan, aan het licht treden. En het is, het, het, het is een soort. Ja, beeld voor, denk ik, een maatschappelijke worsteling. En ook, um, ja, dat, dat, het houdt een harde spiegel voor. En daarmee ook is het een appel om echt op een fundamenteel andere manier... over dat soort, uh, nou ja, uh, structuren na te gaan uh, denken. En ik denk dat, nou ja, je had het over omzicht. En, maar we zitten nu wel... Uh, uh, in in zo'n kantelende tijd, een tijd van verandering, zoals we bij de nieuwe wereld zeggen. Ja. En het boek heet ook uh, De gezagskiezers, filosofisch is uh, over een wankele orde. Nou, dat, dat wankelen, dat voel je. En ja, of we instorten, dat is de vraag. Uh, uh, maar, maar wel dat er dingen aan het schuiven zijn. En, maar dat biedt ook uh, zowel uh, 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 een risico van chaos, maar ook uh, de kansen van transformatie. En. en uh, ja, daar, daar, daar zitten we in. En die, en die twee horen voor een deel ook bij elkaar. Ja, Albert, laten we het hier afronden. Dankjewel. Ja. Je hebt ons. Uh, in deze moeilijke tijd geef je ons toch uh, wat richting. Nou ja, in maar... ieder geval duiden en uh, uh, een poging doen hoe je verschillende. Ja. Maar complex is het. Ja, zonder meer. Dank. Oké. Okay. <laughs>